Dag iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van de MJ Show. Vandaag gaan we het voornamelijk hebben over de trade die James Harden naar de Nets heeft gestuurd. We gaan ook kijken naar de implicaties voor de andere ploegen die ook betrokken zijn bij die trade. We hebben ook twee basketbalspelers die we gesproken hebben. Twee ex-ploegmaten van de Antwerp Giants. Eén ervan speelt bij Dijon, een andere speelt bij de Houston Rockets. De bons indices. Ja. En we hebben ook nog een kleine verrassing in petto op het einde van de show. Maar meer daarover later. Max, ik zou zeggen, laten we meteen beginnen, want er is veel te vertellen. Est-ce que t'es chaud? Je suis super chaud, en plus t'as tout dit, donc je pense qu'on peut y aller. Oké, dan gaan we. Max, we zagen het aankomen, hè, die trade die James Harden naar de Nets heeft gestuurd. James Harden heeft het zich onmogelijk gemaakt bij de Houston Rockets. Hij was niet fit, hij heeft de coronamaatregelen niet gevolgd. Ja, zoals je zegt, c'est vrai que il avait pris un peu de poids, il était pas fit. Ça se voyait qu'il avait plus envie de jouer avec les Rockets, tout simplement. Il était pas là aux entraînements, il était pas impliqué, et donc c'était le meilleur choix. Ja, hij heeft er zijn voeten aan geveegd en inderdaad die laatste wedstrijd tegen de Lakers, waar ze onderuit zijn gegaan met meer dan 20 punten. Daar zei hij ook van, kijk, de situatie is crazy. Het is een situatie die niet opgelost gaat geraken. En inderdaad, twee dagen later wordt hij getrade naar de Brooklyn Nets. Et on va revenir un petit peu sur ce trade, même si normalement les gens sont au courant, sauf s'ils vivent dans une grotte. Voilà, James Harden est au Nets, on a Caris LeVert qui est aux Pacers, on a Victor Oladipo qui est aux Rockets, on prend que les grands noms hein, pour l'instant, parce que c'était un énorme trade, et Jarrett Allen, et là je voulais revenir avec toi là-dessus, qui est aux Cavs. Il est aux Cavs, Jarrett Allen, avec beaucoup de pivots, c'est clair, mais surtout avec le duo, hein, Sexton et Darius Garland. We're just having fun, when we're having fun, I feel like we're at our best. Sexton dit heel goed doet. Ouais, franchement, on voit que pour l'instant, Cleveland, c'est une équipe qui fonctionne bien, c'est pas encore le Cleveland qu'on a connu, mais ça fonctionne. À 3, ils ont 65 ans, donc ça peut être intéressant pour l'avenir du côté de Cleveland. In de toekomst, zeker en vast. De Brooklyn Nets, eindresultaat, ze hebben 3 All-Stars, maar mijn vraag is, gaat dat wel werken met die 3 All-Stars? Hebben ze niet te veel opgegeven voor James Harden? Bah, ils ont 3 All-Stars, ils en ont même un 4e avec DeAndre qui a été All-Star à un moment. Donc, je ne pense pas qu'ils ont trop donné. Quand tu peux avoir un All-Star de ce calibre, tu ne peux pas trop donner. Rappelons quand même que c'est des All-Stars, c'est aussi des potentiels MVP. Mm-hmm. Quand on parle de KD, c'est un MVP en 2014. You're the real MVP. James Harden, c'est le MVP 2018. 36 points par match de moyenne lors de la saison 2019. MVP, c'était Giannis, tuerlijk dat. Echte connaisseur, ça. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que tu as 3 potentiels MVP, ça peut faire très très mal. Ja, ik geloof wel in die ploeg, maar het enige wat mij vooral zorgen baart is Irving natuurlijk. Irving die al voor heel wat problemen heeft gezorgd bij de Boston Celtics. Ook toen der tijd met Cleveland heeft hij ook voor wat problemen gezorgd. En nu ook bij de Brooklyn Nets. Er was een moment dat ze niet wisten waar hij was, gewoon op een bepaald moment. Oké, maar je comprends. C'est vrai que Steve Nash il va marcher sur une corde raide tout au long de la saison. Mais si ça marche. Je moet gokken, je moet risico's nemen, dat is duidelijk. Si ça marche, c'est une équipe qui va en finale, c'est obligatoire. Et en finale, ils peuvent retrouver qui? Ils peuvent retrouver potentiellement quand même, on va pas se mentir, ça va être les Lakers avec Davis, LeBron, KD, Harden, Kyrie en finale NBA. Est-ce que c'est pas la finale NBA qu'on a un petit peu tous envie de voir secrètement? Ça va être une belle finale. Ah, ça va être dingue, enfin ça va être dingue, si ça arrive évidemment. Et en plus, rappelle-toi, KD, Harden, James, c'est une finale qu'on a déjà vue avec OKC Miami. Ja, maar wie is er toen, verloren? Bah, OKC, ok, ja. Mais là tu rajoutes un petit Kyrie, t'as un Steve Nash coach. Par contre, le doute que moi j'ai, c'est DeAndre Jordan. Ja, ik snap dat ook niet. Ik begrijp niet waarom ze Jarrett Allen wegsturen en DeAndre Jordan bijhouden. Dat is een trade die ik... Dat is iets wat ik niet begrijp in die trade. C'est le seul souci, je pense, au niveau de DeAndre Jordan, qui pour moi n'est plus capable de prester un haut niveau, surtout dans une équipe qui peut potentiellement jouer le titre. Par contre, une équipe qui peut potentiellement jouer le titre,
Ze ne seraient pas les Pacers. Natuurlijk, dat zijn de Pacers natuurlijk. De beste ploeg in de NBA. De Pacers hebben een goede trade gedaan. Ze hebben een goede trade gedaan, ook al heb ik Oladipo zeer graag. Oladipo, er waren al geruchten dat hij naar Miami zou gaan, dat hij bij Miami wou gaan spelen. Hij had ook nog maar 1 jaar op zijn contract. En de Miami van 2, 3 jaar geleden, die hebben we niet meer gezien. Af en toe is wat flarden, maar hij was niet echt... was niet die Oladipo die we toen... On retrouve plus le Black Panther. Inderdaad. En dan Caris LeVert, die is 2 jaar jonger. Die heeft nog 3 jaar op zijn contract staan. Die is iets minder duur. En op offensief vlak is hij toch wel een speler die een meerwaarde gaat betekenen voor de Pacers. En dat is wat ze nodig hebben op dit moment. C'est clair. Et puis, on a eu la bonne nouvelle, hein, parce qu'il y avait quand même des petits doutes concernant Caris LeVert. L'opération s'est bien passée et on s'attend, de ce qu'on a vu en tout cas dans les médias, on s'attend à une full recovery, donc à ce qu'ils reviennent à 100%. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour Indiana. Ja, inderdaad. En de ploeg, de Indiana Pacers, met Jeremy Lamb die terug is, Miles Turner die in mijn ogen Defensive Player of the Year gaat worden. Dat is toch een ploeg dat we niet mogen onderschatten. Aan de andere kant heb je de Houston Rockets. Ah, op papier een zeer goede ploeg, ook al is Harden nu weg. Ze hebben nog PJ Tucker, Christian Wood, Cousins, Oladipo, Wall en natuurlijk de beste speler bij de Houston Rockets. Ja'Shawn Tate natuurlijk, die ook bij de Antwerp Giants heeft gespeeld. En ja, het is echt een fenomenale speler om naar te kijken. Bah, c'est clair. Et surtout, voilà, nous on a ce petit sentiment avec Ja'Shawn Tate, parce qu'on l'a vu évoluer sur les parquets belges avec les Giants. Donc, 10 points par match avec les Giants. Ensuite, il part en Australie, 16 points par match. Et puis, on entend Ja'Shawn Tate signe avec les Rockets. Là, on se dit quoi? On se dit, il va être en fin de rotation, il va être... On va donner ici à la portée de l'eau. Voilà, on s'attendait vraiment à ne pas le voir beaucoup sur les parquets. Et pourtant, 25 minutes par match, 9 points. Et en plus, une très bonne défense. Ja, inderdaad. En als je kijkt, zijn move die hij tegen LeBron James heeft gedaan. Hij heeft hem doen dansen en dan op hem scoren. Dat was ongelooflijk om te zien. C'est incroyable de voir qu'un joueur passé par la Belgique est arrivé à ce niveau-là. Et justement, on a voulu aller un petit peu plus loin. On a interviewé un de ses anciens coéquipiers, qui est maintenant à Dijon. Justement, donc c'est Hans Van Wijn, le Belgian Lions, que je te propose d'écouter, si tu es d'accord, évidemment. Of course, let's go. Niet alleen voor mij, maar ik denk ook vooral voor jonge spelers die nog in Antwerpen zitten of in België. Ik denk, het is niet makkelijk, maar het is dus wel mogelijk. Het is echt bewezen van, je moet u elke keer opnieuw bewijzen, zoals hij heeft gedaan. Eerst in België, daarna in Australië. Dat zeker niet makkelijk is, hij heeft enorm goed gespeeld. Maar het bewijst dus wel dat er toch wel wordt gevolgd. Het basketbal in België, zeker in Antwerpen, Oostende, de betere clubs. Ze worden wel gerespecteerd. Dus ik denk dat dat vooral een idee moet geven aan jonge spelers. Van als je echt op dat niveau kunt spelen, consistent, en je wel een kans hebt om uiteindelijk in de NBA te geraken. Max, we gaan het daarbij toch niet laten. We hebben toch nog iemand geïnterviewd. Ja'Shawn Tate? Ja'Shawn Tate, of course. Wow. Oké, on l'écoute alors? Maar ja, tuurlijk. C'est parti. I actually joined the Belgium on a tryout. They didn't think I was gonna be able to defend and score at the forward position because of my size, but you know, we ended up going to the Final Four and we had a great team and we made history. I still talk to those guys all the time. Some of those guys are gonna be at my wedding one day, and Coach Rule Moore just reached out to me last week and just we keep in contact. And Belgium was really where my career started, so I always have love for them, and that's where I found confidence in my outside game and my jump shot, and those are some big, huge memories that I kind of miss those guys. Ja, Ja'Shawn Tate, ik ben echt wel curieus wat hij dit seizoen gaat bijeenbrengen. Maar Max, we hebben nog een verrassing in petto. Een kleine verrassing. Natuurlijk, het is een belangrijk moment deze week. On a effectivement une surprise pour vous. Parce que vous le savez, on a récemment diffusé le match, le dernier match de Kobe Bryant sur nos écrans. Le dernier match face au Jazz. Parce que vous le savez, bon, il nous a quittés il y a un petit peu plus d'un an. Et on voulait aller
encore plus loin en vous offrant donc ce maillot, le maillot de Kobe qui est derrière moi. C'est un des plus beaux maillots en NBA qui a existé, franchement. Donc, comme la dernière fois, dans les commentaires de la vidéo YouTube, vous nous dites le nombre de points que vont marquer les Lakers entre le 1 et le 8 février. Ils vont jouer contre trois équipes triple qui s'affichent sur votre écran. Donc, bonne chance, on va être un peu jaloux quand même. Ja, we mogen ook meedoen met... Cette fois, on peut aussi participer. Goh, Max, we zijn weer op het einde van de show geraakt. Het gaat weer zeer snel. Ja, we gaan het hierbij moeten laten. Laten we even nog Bouncer bedanken. Dank u, Bouncer, om deze show mogelijk te maken. Blijf ons zeker volgen op de 11 Sports pagina en de 11 Sports NBA groep. En kijk zeker naar de volgende aflevering. Tot dan. Bye bye. Ciao. Make,